Hallo? Water? Graag. Zal ik maar een kaartje pakken? Ja. Welk moment in de voorstelling spreekt het meest tot je verbeelding? De voorstelling is nog niet gemaakt, dus ik weet het eigenlijk nog niet. Ik zat ook net. What was I supposed to know? Ik kijk heel erg uit naar alle slam, poetry en muziekmomenten. Dus omdat ik de voorstelling natuurlijk geschreven heb, heb ik daar een vrij goed beeld van. Mm-hmm. Maar doordat jouw muziek erbij komt, is het dat echt iets wat ik niet zelf had kunnen verzinnen. En iets nieuws erbij waar ik heel erg naar uitkijk. Wat dacht je toen je voor het eerst het script las? Ik vloog er echt doorheen. Dus ik was helemaal in het verhaal en het voelde nog iets als, ja, dat zou nog wel eens kunnen gebeuren. Ah, ja. Dat voorgevoel had ik. En nu zitten we in een tijd waarin ik denk, volgens mij gaat het veel sneller gebeuren dan het is al aan het gebeuren. Ja. Precies. En hoorde je ook al meteen muziek die je dacht voor de voorstelling? Ja, ik hoorde wel direct iets. En dat zei ik. Toen ik ging bellen, was het ook gewoon van, ja, ik hoor een soort van toon of een soort iets wat de hele tijd een beetje daar hangt. En toen was het gewoon een beetje uitproberen totdat ik iets vond wat het dichtst bij mijn, hoe kan ik zeggen, imagination was. Ja. Dus het was niet dat ik direct wist, oh, dat is de sound. Wel een referentie en een gevoel. En dan op het moment dat ik het hoorde, wist ik, oké, dit is het. Wat hoop je dat er voor de volgende generatie is veranderd? Ik hoop dat we de klimaatverandering problemen niet langer kunnen ontkennen en niet willen ontkennen. En dat we dat op een zo sociaal mogelijke manier en zo gezamenlijk mogelijk kunnen aangaan. Op wie kan jij altijd terugvallen? Mijn partner. Ik ook. En familie en vrienden, maar dat is wel het eerste wat in me opkomt. Wie ben je zonder werk, je familie of je hobby's? Ik haal ook wel een groot deel van mijn levensvreugde en ook wel van mijn identiteit uit mijn werk. Mm. Het optreden en het dingen maken en het nadenken samen en het vrienden zien en feesten en dansen is toch wel wat het echt wel leuk maakt hier op aarde. De laatste vraag. Mm-hmm. Maak je je wel eens zorgen over het voortbestaan van de wereld zoals we die kennen? Zeker. Zeker. Ik heb ook vaak gedacht van, jeetje, als mensen zulke grote problemen veroorzaken, misschien is het beter zonder ons. Maar dat zal de aarde zelf wel bepalen. Wat, hè, van hoe ze zichzelf gezond gaat maken. Het enige wat ik er positief aan kan vinden is dat veel mensen zich beginnen zorgen te maken. En dat veel mensen zich zorgen maken. En dat dat een soort strijdbaarheid met zich mee kan brengen. Waarmee we op tijd zullen zijn om samen het wel meer samen te kunnen gaan doen. En ik denk ook dat daarom ook een voorstelling als Apocalypse ook wel iets daaraan kan bijdragen. Al is het maar door het zorgen maken concreet te krijgen voor het publiek. Van het nog concreter voor te stellen. Wat er zou kunnen gebeuren, ja, bijvoorbeeld. Wat zeg maar de toekomst is, ja, als we nu niet ingrijpen. Ingrijpen, ja. Ja. Oké, volgens mij zijn we er doorheen. Ja, geen vragen meer. Nee, fijn je te spreken. Dank je. Ja, nee, jij ook. Ja, heel fijn om te spreken. Ja. Oké. Okay. Ja.